Wie vond dat uit? Was dat A, meneer Morsen, B, meneer Braille of C, de heer Marconi wederom? Speciaal zoals altijd. Ik zie weer 3 maal een A en dat was heel goed. Het was meneer Morsen, een A. Nou, dat gaat prima. En nu alweer, dat is nog niet mijn vraag, maar wie weet wat het woord telegraaf eigenlijk betekent? Weet een van jullie dat? Nee? Nou, dat zal ik zeggen, dat betekent ver schrijven. Hè? Graveren is schrijven en tele betekent ver. Nou, ik geef nu aan jullie 3 woorden met tele. Dus 1 daarvan betekent geluid uit de verte. Welk woord is dat? Is dat A, telescoop? B, televisie of C, telefoon. Geluid uit de verte. Denk goed na. Driemaal een C en het antwoord is heel goed. Het is telefoon, hè? Antwoord C. Ja. Want televisie is natuurlijk vanuit de verte zien en telescoop naar de verte kijken. Nou, ik zie voor Capelle aan de IJssel en Eindhoven, die hebben beide 14 punten. En Leeuwarden heeft 16 punten. Heel goed. Yeah! Ja. Er kan nog van alles gebeuren, je weet maar nooit. Nou, en na deze spelronde kunnen we even gaan uitblazen. En dan gaan we kijken naar een fragmentje uit de film Dumbo, waarin de kermistent wordt opgezet. Nou, het wordt weer mistig in de studio en dat betekent dat we gaan beginnen met de zware jongensopdracht. Nou, de bouwmeesters die maken vandaag overuren, want die zijn uit de decorruimte gehaald, omgesminkt en staan hier nu te kijken als zware jongens. Dat is in het groen Capelle aan de IJssel, in het geel Leeuwarden en tenslotte in het blauw Eindhoven. Zij krijgen weer een hele moeilijke opdracht. Zij moeten namelijk al zakkenlopende geldzakjes uit de kluis halen van oom Dagobert. Ik weet, hij is er niet blij mee, maar het moet toch echt gebeuren. En zij moeten die dan brengen naar hun eigen transportauto. Ze mogen per keer slechts 1 geldzakje meenemen, anders zou het te gek worden. En ze krijgen 1,5 minuut de tijd. Zware jongens en dames, zijn jullie er klaar voor? Ja! Heel veel succes, ik ga aftellen. 3, 2, 1, go! Zware jongens dachten dat ze het makkelijk hadden, want ze hadden de kogel niet meer. Maar in die zak was het ook niet echt makkelijk, hoor. Nou, ik ga de zakjes tellen. Er liggen er hier 2 voor, omdat die 1,43 seconde te laat waren. En we zijn streng. Dat betekent dat groen, en dat is Capelle aan de IJssel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 geldzakjes heeft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ook voor Leeuwarden. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voor Eindhoven. Dat betekent, ja, en dat betekent dat Eindhoven 6 punten krijgt en dat Leeuwarden en Capelle aan de IJssel ieder 3 punten krijgen. En ik geef nog even de tussenstand. Ik zie dat Capelle 17 punten heeft, Leeuwarden 19 en Eindhoven staat bovenaan met 20 punten. Maar ja, er kan toch nog
kan alles gebeuren, je weet maar nooit. Nou, de zware jongens die zijn zich weer aan het omkleden. Die gaan gewoon weer door met het bouwen van Dukstad. Ze zijn echt van alle markten thuis. En wij kunnen nu gaan kijken naar een gloednieuwe aflevering van de DuckTales. Nou, we onderbreken de DuckTales even. We houden het nog even spannend, want hier in de studio wordt het ook steeds spannender. We gaan namelijk beginnen met de derde vragenronde. Dat betekent dat ik weer op de knop mag gaan drukken. We gaan kijken naar de video al. Ja, daar zijn ze weer. En dan ga ik aftellen. Ik denk dat ik het een keer in het Engels doe. 3, 2, 1, clap. Ach, onze alle Goofy. Dat vind ik wel aardig. Nou, voordat we een vraag gaan stellen over deze leuke hond, gaan we eerst kijken naar een fragmentje. Nou, dat was een fragmentje van Goofy. Blijft een handige hond. Dan komt nu mijn eerste vraag. Jullie weten het misschien niet, alhoewel ik wist het helemaal niet. Maar Goofy is een dingo. Niet te verwarren met bingo, want dat is weer iets anders. Wat is eigenlijk een dingo? Is dat A, een wilde hond uit Australië? B, een steppenhond uit Zuid-Amerika? Of C, een prairiehond uit Noord-Amerika? De bedenktijd gaat in. Ik zie twee maal een A en één maal een B. En dat betekent dat Capelle en Leeuwarden het goed hebben. Want het is inderdaad een wilde hond uit Australië. Zo. Tweede vraag. Een dingo staat bekend om zijn ijzersterke gebit. Nou, volgens mij heeft Goofy daar geen last van. Want hij heeft niet zo heel erg veel tanden. Hoeveel tanden heeft Goofy eigenlijk? A, 2. B, 3. Of C, 4 tanden. Hoeveel tanden heeft Goofy? En jullie mogen nu drukken. En Leeuwarden moet ook nog drukken. Ja, dat betekent 3 maal een A. Alle drie goed. Inderdaad, 2. Dat zijn de tandjes die hij zo voor heeft, hè? En de rest is allemaal weg. Slecht gebit. Nou, Goofy is een hele oude vriend van Mickey Mouse. Hij is ook al te zien in een tekenfilm uit 1932. Maar Mickey heeft nog meer vrienden die in eerdere films voorkomen. De vraag is nu, ik noem drie namen van oude vrienden van Mickey Mouse. Welke hoort daar niet bij? A, Clarabella Koe. B, Karel Paardenpoot. Of C, Boris Boef. Het fluitje klinkt weer. 3 maal een C is inderdaad 3 maal goed, want Boris Boef kwam... Ja. Want Boris Boef kwam wel voor in eerdere films van Mickey Mouse, maar dat is natuurlijk geen vriend van Mickey, dat is echt een vijand. Dus inderdaad was C het goede antwoord. Dan nu de vierde vraag, een hele leuke vraag. In de tekenfilm die ik daarnet noemde uit 32 had Goofy een heel klein bijrolletje. Mickey stond op het toneel en Goofy zat in het publiek. En daar moest hij zo smakelijk lachen dat de mensen die ook zaten te kijken ook in de lach schoten. En dan komt de vraag. Hoe lacht Goofy eigenlijk? Let op. A. Gaat dat zo? Aha, 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 aha. B. Oho, 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 oho. Of C. Ahu, hu, 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 hu. Ik doe het niet nog een keer. A, B of C. Nou, en Leeuwarden en Eindhoven herkenden mijn perfecte imitatie. Want het was inderdaad C. En jullie kunnen het nog een keertje zien als we kijken naar de video al. Om het even na te checken. Het leek erop, hè? Een beetje... Nou, dat betekent de eindstand van de derde vragenronde. Capelle aan de IJssel heeft 23 punten. Leeuwarden heeft er 27 en Eindhoven 26 punten. En dan nemen we nu vlug even een kijkje bij de bouwers van Dukstad. Thank you.
het wordt dus nog verschrikkelijk spannend. Wie gaat straks als eerste school door naar de finale ronde? We weten het nog niet, maar we zullen het straks weten. Trouwens, het was ook heel erg spannend bij de DuckTales, hè? Nou, we gaan nu kijken hoe het afloopt. Hey, die komt mij bekend.